Ik ben vereerd om hier te mogen zijn, uit het verre Duitsland. P1's Fuels is een bedrijf, en daarmee ontzorgen we de minister gelijk, een bedrijf dat 100% CO2-neutrale brandstoffen produceert die niet fossiel zijn. Wij produceren die, wij leveren die ook al uit aan verschillende championships. Wil zeggen, elke oldtimer die dat hier vandaag staat, kan vandaag als CO2-neutraal rijden op niet-fossiele brandstoffen. En om dat misschien technisch even toe te lichten, het klinkt natuurlijk soms te mooi om waar te zijn. CO2-neutrale brandstoffen kunnen op twee manieren bereikt worden. Dat kan bereikt worden door de e-fuels. Dat wil zeggen, we nemen water. We gaan de atomen splitten in waterstof en in zuurstof. We pakken CO2 dat we als feedstock gebruiken uit de industrie. We synthetiseren dat. En daarmee zijn die CO2-neutraal. Want we gaan de CO2 uit de lucht nemen. Die dat we achteraf terug gaan verbranden. En laten daarmee de CO2 circuleren. In plaats van met olie, als we nu olie gaan oppompen, is CO2 uit de grond. Die dat we nemen, die dat we verbranden en steeds nieuwe CO2 in toevoegen. Dus wil zeggen, met e-fuels zijn we 100% CO2 neutraal. Tweede optie zijn biosynthetische brandstoffen. Daar gaan we eigenlijk een biomassa als feedstock gebruiken. Een biomassa heeft altijd al CO2 gebonden. Een biomassa die, en dat is heel belangrijk om te zeggen, ethanol tweede generatie is. Tweede generatie wil zeggen, de biomassa is al gebruikt in de voedingsindustrie. In Duitsland bijvoorbeeld bouwen we heel veel koolzaad aan om fuel te maken. Dat doen wij niet, want wij willen geen agrarische gronden gaan verspillen om daaruit fuel te maken. Wij gebruiken bijvoorbeeld als je mais produceert, een deel van de mais gebruik je voor voeding. Alles wat erover blijft van de plant kan gesynthetiseerd worden. Dus biomassa, weer waterstof en daaruit terug een brandstof. Dus wederom CO2-neutraal. En ja, dus dat doen wij nu al. En natuurlijk komt altijd de vraag, is dat iets nieuw? En dat is niks nieuw. Wij leveren vandaag al exclusief de World Rally Championship, WTCR, enzovoort met onze brandstoffen. En natuurlijk zal de vraag vandaag ook komen, is dat ook mogelijk in mijn oldtimer? En ik kan u vertellen dat het mogelijk is, want onze brandstof is als eindproduct EN228. Dat wil zeggen, gewone brandstof die we vandaag aan de pomp al kunnen kopen. Alleen samengesteld uit niet-fossiele componenten en CO2-neutraal. En we hebben dat ook al gedaan. Sebastian Vettel, u wel bekend, heeft zijn 1922 Aston Martin met onze fuel gereden. Heeft een 1991 Williams Formule 1-wagen op onze fuel gereden. We hebben de Gran Premio de Nuvolari op onze fuel gedaan. We doen de Mille Miglia volgend jaar op onze fuel. Dus ja, ook voor alle oldtimers die hier vandaag aanwezig zijn, kunnen we nu al CO2-neutraal en weg van die fossiele brandstoffen. Dat klinkt wel heel mooi. Zijn er technisch zaken waar dat we rekening mee moeten houden als oldtimer-liefhebber? Ik denk dat iedereen zich wel kan voorstellen, E5, E10 of Super 98 ten opzichte van Euro 95, dat kan wel wat impact hebben op de oldtimer. Hoe zit dat met jullie brandstoffen? Ja, het is natuurlijk algemeen zo dat brandstoffen ook territoriaal verschillen van kwaliteit. De fuel in Italië, bijvoorbeeld de pumpfuel, is een lagere kwaliteit als we die hier in België hebben. Dus ja, het kan zijn dat er kleine instellingen moeten gebeuren, gaande naar carburateur enzovoort. Maar principieel moet er niets mechanisch veranderd worden. Bijvoorbeeld om nu nog eens op Sebastian Vettel te spreken te komen. We hebben gewoon naar Frankrijk gereden. We hebben die wagen daar in de garage gehad. We hebben de oude fuel uitgelaten, onze ingekapt en die is direct vertrokken. Punt. Alright, dan hoop ik dat die binnen een paar maanden, niet zoals sommige oldtimers wel eens voor hebben, met verduurde rubbers enzovoort zitten. Maar nee, daar rekenen we op. Goed, Benjamin, misschien nog één vraagje, een beetje afrondend. Hoe snel zou het realistisch zijn, schat jij nu in, dat we morgen bij wijze van spreken aan de pomp en aan welke prijs jullie brandstof zouden kunnen gaan tanken met onze oldtimer? Ja, dank u voor die vraag, maar ik zou die vraag eerder willen doorgeven aan de politiekers die hier ook vandaag aanwezig zijn. Nu, ik kan u vertellen dat we met die fuel al rijden, dat we die al testen, dat we die ook developen, formuleren voor de grote automobielindustrie. Dat wil zeggen, grote merken in Japan rijden er al mee, testen er mee. CEO's van Toyota bijvoorbeeld racen er mee. Maar ook de Duitse automobielindustrie. Het enigste, en dat is heel jammer, wat op het moment die ontwikkeling tegenhoudt, is daadwerkelijk de politiek. Als we willen gaan scaleren, als we willen verhogen en daarmee ook de prijs gaan reduceren,
hebben wij de politiek nodig die zeggen, we moeten een technologieopenheid hebben, wil zeggen CO2-neutraal rijden met elektriciteit, CO2-neutrale brandstof, in de toekomst hopelijk ook waterstof, maar die technologieopenheid moet er zijn. Als de politiek die deur nu al toe doet, wordt het heel moeilijk. Maar wij gaan ook begin volgend jaar de eerste pomp openen in Berlijn, om ook te laten zien, de tankstations zijn er, het volume is er, de auto's zijn er. Dus wij hopen dat de politiek ons eindelijk de juiste ondersteuning geeft om het waar te maken. Alright. Ik heb uit heel goede bronnen al vernomen dat ook Ritte Oldtimer samen met VEHAC, de Nederlandse federatie, dat wij ook heel actief de e-fuels op tafel liggen bij de politiek. Dus we dragen ons steentje bij. Dat is ook de reden waarom dat we jullie hier met plezier ontvangen. En straks nog de collega's. Maar alleszins, ja. Er is één vraag die je nog niet hebt beantwoord. Als ik vandaag bij jou een liter, ik zal zeggen dan, benzine zou kopen, wat zou die mij vandaag kosten? En wat hoop jij dat die mij binnen 5 jaar kost? Vandaag, eerlijkheidshalve, kost die rond de 5 euro per liter. Waarom komt dat? Dat komt omdat we 20 miljoen liter nog maar produceren. Ja, 20 miljoen liter klinkt veel, omgerekend in wijn of bier. Omgerekend in fuel is dat niks. Dus we moeten gaan scaleren, we moeten meer produceren. En ook in regio's waar het meer zin heeft, waar we de prijs kunnen verlagen. En we hopen binnen de 5 jaar op een prijs te zitten die onder, voor alle duidelijkheid, onder de fuelprijs van vandaag aan de pomp zit. En dat is mogelijk, wederom hopen we daar ook op de politieke steun, want ludiekerwijze betalen we vandaag de dag nog accijns, olieaccijns, op onze fuel, wetende dat er geen olie in zit. Het zou dezelfde redenering zijn als we op alcoholvrij bier ook accijns op alcohol gaan betalen. Dus we hopen ook wederom daar op een ondersteuning dat we toch die prijzen zo snel mogelijk kunnen laten dalen. Alright. Wij gaan zeker mee ondersteunen. Vanuit onze optiek denk ik een belangrijk stukje van de toekomst of de mogelijke toekomst voor ons oldtimers. Bedankt om erbij te zijn. We hebben ook voor jou nog een kleine attentie bij. Dus ik ga die zo meteen overhandigen. En we zijn terug binnen een paar minuutjes met de volgende spreker. Dank u wel.